Een emotionele Victor Verhulst deed een emotionele oproep aan door het publiek van het vierprogramma Dancing with the Stars. Hij vroeg hen om hem naar huis te stemmen, omdat hij naar eigen zeggen niet goed genoeg danst voor de finale. Het publiek en de jury hebben zijn wens ingewilligd, want Kelly Pfaff, Julie Vermeer en Janica Zaltzis gaan naar de finale. In de merkwaardige halve finale van zondagavond tekende Victor Verhulst, zoon van presentator Rut, al vanaf zijn eerste dans zijn eigen doodvonnis. Niet alleen leverde zijn freestyle hem slechts 22 jurypunten op, in het nagesprekje met Kap Kerkhoff stelde hij onomwonden geen finale plaats te ambiëren. Ik besef dat anderen stukken beter zijn dan ik. Ik hoor niet thuis in de finale. Ik zal volgende week niet plots op een finale waardig niveau zitten. Daarom riep Verhulst het publiek op zijn punten aan de andere kandidaten te geven. Een geste die zo spontaan kwam dat Kap Kerkhoff er even bijna sprakeloos van werd. Die tenue van afscheid hield Victor overigens de hele avond aan. Ook bij zijn tweede dans, een Roomba, ging hij er zelf van uit dat het zijn laatste optreden was. Het is een opluchting, aldus Verhulst. En dat had niet alleen te maken met jurylid Saam Lawiek, die hem het enige dapper dansende croque monsieur ijzer ter wereld noemde. Ondertussen streden Julie en Kelly om de beste jurypunten. Na de eerste dansronde stonden beide dames met evenveel punten aan de leiding, voor Jani, die een iets mindere samba danste. Ronde 2 bracht Kelly licht aan de leiding, maar de verrassing kwam van Jani, hij slaagde er met zijn vogelwaar in de jury 4 keer een 10 te ontfutselen. Uiteindelijk kreeg het publiek het laatste woord, en dat gaf gevolg aan de oproep van Victor Verhulst. Hij verliet met een glimlach de danswedstrijd. "Je plan is gelukt," zei presentator Gert Verhulst tegen zijn zoon.